In 2, dus bij de parkeerplaats naar de kabelcar. Jianxi. Lekker windje, dit is de centrale ingang voor het park en voor de weg naar de Cableway noemen ze dat. Als ik hier toch nog eventjes naar rechts kijk, dan hebben we naar die Ancient Village. Daar kan dus omheen gelopen worden. Je ruikt de zee. Lijkt het? Nou, een beetje wel. Het is gewoon een meer. En dan is het pad richting de Cableway. Dus de kustlijn van dit meer. En waar ik nu op inzoom, in de verte, daar is eigenlijk de start van het park. De ingang naar de Cableway, zoals ze het noemen. En hier kun je dus helemaal langs lopen. Vies water, maar er zijn wat mogelijkheden om zo'n oefeningen te doen hier. Het huisje wat je hier ziet. En ik loop nu halverwege op het looppad eigenlijk. Hier aan de rechterkant is het park. Volgens mij heb je voor het kaartje dat ik gekocht heb, 70 yuan, heb je ook heen en terug de Cableway, maar heb je hier ook de mogelijkheid om rechts in het park te zitten. Links hier zie je al bos. Zie je een stuk gras waar we op kunnen zitten. Mogelijkheden om aan de waterkant te zitten. Ik zit nu ongeveer op 11 minuten lopen. Nou, zeg 10, want ik ben een paar keer gestopt. Het is nog steeds best een eind lopen. Ja, hier aan de rechterkant, ik weet niet of je daar kan komen, maar daar is ook grasland. Zou je misschien ook kunnen zitten. Zullen we weten dat er een driving range is? Maar ik kan het niet echt zien, ik denk het niet. Ik kijk nu weer terug naar die weg. Het is hier heel lekker rustig. Het biedt al mooi veel mogelijkheden. Nou ja, het is inderdaad een practice for golf aan de rechterkant. Maar het is hier heel erg rustig. Ik ben nu ruim 14 minuten aan het lopen. Nog steeds aan de linkerkant het park met het gras waar iedereen mag zitten. Waar ik niks bij heb gezien staan dat het niet mag. En in de verte links de bergen. Verte zie je al de kabel. Daan. Ik ben bijna bij de Cableway. Ik zie nu op iets meer dan 90 minuten. Laatste stukje naar Cableway.
Zoals je hoort, vogeltjes, gekwetter. Het is toch echt best wel een mooie plek. In de verte is die brug die je ook op de kaart ziet, waarbij je vanaf hier gewoon om het hotel kan met de auto. Dus ik ben nu bijna bij de ingang. Dan zie je in de verte dat witte. Dan is je daarachter dit hotel. Daar. Cable car die gaat dus daar naar beneden. Dan worden we, denk ik. Moeten we overstappen of we gaan door in de gondel die rechts naar boven gaat. Komend uit het cable car kan je hier naar boven lopen. Ik vind het gewoon beter uit. Van begin tot eind. Tempel op een andere cable car, die gaat hoger. Ik ben even heel asociaal, ben ik ergens op een dak geklommen. Ik heb wel perfect uitzicht over de stad. Ik hoop dat het echt goed overkomt, maar het is een beetje mistig rijden. En dit is echt gewoon perfect, mooi om te zien. Dat het echt allemaal te zien is. Nou, de verte daar, de stad waar ik dan zit. Als je daar verder kijkt, zie je de cable car misschien nog net. Daar, dat grote witte zeil. Daarachter ligt het hotel. Pak. Dan ga ik hier naar rechts. Je ziet daar de cable car beneden. En hier de rest van het water. Dus aan het water is heel veel mooie plekken. Dat meertje daar is ook een perfecte plek. En dit water hiervoor dat stinkt en dat is niet echt heel erg handig. Hier is een mooi uitzicht. Ik denk dat we ook hier een paar goede werkplekken kunnen hebben. Zeker als je de cablecar gebruikt. Tempeltje wat je kan gebruiken. Zitlopen. Hierboven loopt de cablecar, die hele kleine. Zitjes. Hier zijn natuurlijk ook weer karretjes te regelen om naar de top te gaan. Ik ga naar de top. En je kan met de auto kun je erop komen vanaf de andere kant. Daar heb ik een karretje voor nodig. Dus dat doe ik maar niet. Single ropeway, duurt is 25 per persoon. Single ropeway, nee, dat doe ik niet. Je kan met die kleine zitlift kan je naar de top. Moet je wel teruglopen, je kan niet heen en terug. Het lijkt wel op het kaartje of je heen en terug kan. Het duurt anderhalf uur heen en terug. Aantal minuten ongeveer 15 minuten, 10 minuten met die... met het zitliftje. Ecological car noemen kunnen. Alleen dat is iets te ver weg. En ik denk ook iets te ver van de klant. Daar heb ik geen tijd meer voor vandaag.